Ja, ik denk wel dat het belangrijk is als je in de vrije tijdssector zit of werkt, dat je zelf voldoende voeling hebt met het verenigingsleven. Dat kan omdat je er zelf actief nog in bent of omdat je er zelf actief bent in geweest. En dat lijkt me echt wel essentieel, dat je die voeling hebt met je verenigingsleven, dat je weet wat dat de bekommernissen, noden zijn van een vereniging te runnen, maar dat je ook weet wat dat de uitdagingen zijn om een groot vernieuwend project op sleeptouw te brengen hier in de gemeente. En ook hoe je de politiek ervan overtuigt dat we hun vereniging, hun projecten volle moeten ondersteunen.